Super leuk kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag heb ik de 11K special. En vandaag heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 booster packs om te openen. Ik heb na 2 weken examens, vandaar dat ik eerder de 11K special opneem. Dus daarom heb ik ook wat minder booster packs om te openen. Ik heb wel wat leuke booster packs hier tussen zitten. Maar ja, dat maakt op zich niet echt heel veel uit. Want ik heb een paar vintage booster packs hier. Zoals een Hurt Console Silver. Het Vessels, het is wel Duits, maar alle kaarten zijn in principe hetzelfde. Het Vessels is dus een Dancet. We hebben een Diamond and Pearl. Wacht, ik krijg het eventjes weg, anders is het vervelend. Diamond and Pearl, Secret Wonders met een Rose Raid. We hebben een, natuurlijk ook wat nieuws, een Burning Shadows. Ancient Origins, een beetje terug. Nog een keer een Diamond and Pearl, Secret Wonders. Een Plasma Storm. Dit is echt een hele oude pack. Kijk, van Black and White. Ik weet niet wanneer dat is. Dat zien we zo meteen. En een Guardians Rising voor de Tapu Lele. Dus ja. Dit zijn alle packs die we vandaag gaan openmaken in de 11K special. Ik wou eigenlijk de 11K special wat meer uitgebreider maken. Maar sinds ik al die booster box heb gekocht van Crimson Invasion. Kan ik niet echt heel veel geld meer uitgeven. Want ik ga de rest, heel veel van die packs ook weggeven. Vandaar dat ik zeg maar. Dus ik ga die packs niet verkopen. Maar weggeven. Dus dat betekent dat ik helemaal zelf geen geld meer overhoud. Voor jullie. Vandaar dat ik dus voor de 11K special alleen maar een paar booster packs heb. Dus ja. Dat was het eigenlijk. Dus laten we beginnen met de booster packs. Alles is Engels. Behalve dus de Stormfront. De vintage booster packs. De Secret Wonders. Nog een keer Secret Wonders. En een Hurt Gold Soul Silver. En de rest is gewoon Engels. Dus ja. We kunnen dit eigenlijk een beetje verdelen tussen de nieuwe versus de oude eigenlijk. Dus laten we beginnen met dus een nieuwe booster pack. Laten we beginnen met Burning Shadows. En dan gaan we gewoon zo meteen kijken wat we gaan openmaken daarna. Kijk, laten we deze hierboven neerleggen. Kijk, eerst hebben we dus een Burning Shadows. Even dus iets nieuws. Want we zijn nog steeds natuurlijk aan het hunten voor de Charizard. Hyper Rare of Full Art of Charizard. Gewoon een Charizard. Alles is goed. Als er maar geen non-holo rare is. Want daar heb ik natuurlijk niks aan. Nou, hier hebben jullie de code van de Burning Shadows. Even een keertje hier als jullie het niet goed kunnen zien. Maar ik denk dat jullie het hier gewoon goed kunnen zien. En dan hebben we natuurlijk 3-4. En dan hebben we een Fire Energy, Plumeria, Seedra, Rotomdex, Esper, Duskull, Dabbing Duskull, Oddish, Mudbray. Maar Dab is eigenlijk zo 2015 of zo, dus niemand doet dat meer. Oké, Rhyhorn, Reverse Holo, Tormenting Spray, dat is een uncommon and rare. The rare is een beware alweer. Ik haat het om de rare is een beware te zeggen, want in geen set is beware een holo. Dus ja, the rare is een beware. Laten we nu een keertje verder gaan naar een vintage booster pack. Laten we een Secret Wonders nemen. Dat is echt. Hoe lang is het geleden daar met de Pearl? Best wel lang geleden. Even kijken. Het is natuurlijk wel in het Duits, maar het is niet erg. Alle kaarten zijn gewoon hetzelfde. En ik zal alle namen gewoon in het Engels uitspreken. Sinds sommige mensen het niet leuk vinden als ik andere taal praat. Dus ja. Er staat hier trouwens wel Sammelkaartspiel. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Gewoon trading card game. Nou, hierachter. Ik denk dat sommige kijkers van mij wel Duits kunnen. Want sommige mensen komen namelijk uit Duitsland. En die zijn naar Nederland gaan wonen. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Dus dat betekent dat je 2 talen kunt. Oké, dus hier hebben we een Hunchcrow booster pack van Diamond and Pearl Secret Wonders. Dus laten we eventjes dit pack mooi openmaken, zodat we hem kunnen bewaren. En natuurlijk hopen we op een holo rare of een prime. Of als het ook in zit. Wow, kijk. Oké, oude booster pack. 1, 2, 3, 1, 2. Hopelijk kunnen we een ultra rare of een holo rare krijgen uit de booster pack. We hebben een Electabuzz, Grimer, Shroomish, Squirtle, oh dat is echt super cute, met Blubber. Ik wil Whizzor zeggen, maar het is volgens mij Sentret. We hebben een Team Galactic Mars, Smeargle bedoel ik. Kijk naar de art, zo mooi. Het is wel best wel moeilijk om zeg maar de naam zomaar te weten. Het is een Sableye of zo. Met diamantjes. Reverse Holo hebben we alweer een.
Trapinch. En de rare is... Oké, laten we kijken wat de rare is. Het is geen ultra rare, maar wel een fire type. En dat is... Oké, sorry voor de onderbreking, maar ik ben er weer. We hebben gewoon een Charizard Holo Rare gepoeld. Ik bedoel, Glurak. Maar Glurak is in het Duits Charizard. Dus het is een Charizard. Dus Charizard Holo Rare uit één booster pack. Van Secret Wonders. Ik ben sprakeloos. Echt waar. Charizard. Ik moet voor Charizard een goede sleeve geven. Dus ik ga even een sleeve pakken. Een roze heb ik speciaal voor deze video. Charizard Holo Rare. Kijk naar de art van Charizard. Oh. Deze kaart heeft de 11k special gemaakt. Oh my gosh. Het gaat er niet om of het Duits is of niet. De naam is de art is gewoon van Charizard. En dat vind ik gewoon echt, echt mooi. Wauw. Oké, de rest van de kaarten boeit me serieus echt niet. Kijk, we hebben een Trapinch. Reverse Holo. Ja, de rest allemaal. Wauw. Maar de Charizard. Oké, het begint goed. Het gaat goed. Oké. Nu gaan we door met Guardians Rising. Als we nog een Tabulele kunnen krijgen, dan weet ik het niet meer. Dan is het gewoon... Wauw. Oké. Natuurlijk krijgen jullie de codecard weer van de Guardians Rising. 2, 3 en 4. Wacht, zullen we 1 energy naar achteren doen? En als het een matching energy is, zeg maar dat de energy hetzelfde is als de kaart, dan geef ik gewoon die weg. Oké, we hebben een Marini. Fieldblower. Katarita. Jangmo-o, Taillow, Carvana, Barboach, Phantom, Patrat Reverse en Pangoro. Ik heb er al een stuk of 8 en rare is een Electric Energy. Jammer, geen matching energy. Oké, nu hebben we nog 1 Ancient Origins, dus een soort van outer pack. En 3 Vintage Packs. Dus wat gaan we doen? Laten we gewoon Ancient Origins doen. En laten we de 3 vintage packs als laatst. Sinds, ja. Dat is gewoon... Vintage packs vind ik het allerleukst om te openen. Want stel je voor als je een goede kaart krijgt, is het gewoon echt superleuk. Wel jammer dat ze Duits zijn, maar toch. Het is het idee. Goed. Ancient Origins. Een beetje oud. Dus hier hebben jullie de code van Ancient Origins. Van een beetje het oude... pack, denk ik. 2000. Wat is het nou? 2015. Dat is even als Permaclash. Dat is dus niet zo heel lang geleden, want ze verkopen volgens mij nog steeds Permaclash. Oké. We hebben een Blossom. Super awesome. Faded Town. Whimsicott. Eevee. Meowth. Wat zegt Meowth altijd bij de film? Meowth. That's right of zo, ja. Radikant. Combi. Inkay. Larvesta Reverse en Rare. Is een Golurk. Ancient Trade Full Art, denk ik. Ancient Trade, ja. Dus dat is niet echt heel raar of heel slecht, zal ik maar zeggen. Dus ja. Laten we nu verder gaan naar onze 3 laatste vintage packs voor onze 11k special. Laten we deze openmaken, de HS Undaunted. Hier hebben jullie de Suicune pack art van de HS Undaunted. Het is echt super leuk om vintage packs te openen. Ik vind dit echt super leuk. Het is mijn doel om ooit eens een keer een base set open te maken. Of eventueel jungle. Ik kan er nu volgens mij eentje kopen voor 20 euro. En misschien ga ik dat ook wel doen. Maar dat zien jullie later in de volgende video. Dus laten we beginnen met de iets minder vintage. Dus de Hurt Console Silver. Niet helemaal terug naar de oude 1995. Maar we hebben hier, wat staat hier? 2010, dus 8 jaartjes. Dus ja, laten we de HS Undaunted openmaken. En hopen voor wat goede pools. Laten we hopen voor een prime, want daar zit hier wel primes in. Als ik de pack kan openmaken tenminste, want oude packs zijn best wel moeilijk open te maken. Want ik wil de pack art wat eerlijk wel houden. Oké, het is tot nu toe nog gelukt. Yes. Oké, dan doen we zo eventjes hard drukken, want dat schijnt ook te werken. Dan doen we gewoon de pack art. De pack trick. Want er is geen code. Oké. Nou, dan hebben we 1, 2, 3, 1, 2. Net deed ik naar voren, maar dit keer eventjes 1, 2, 3, 2. Oké, zijn jullie klaar voor? Ik wel. Let's go.
We hebben een Poliwag. Teddy Ursa. Oh, echt super cute. Echt super leuke artwork. Pokémon moet echt de oude artworks weer terugbrengen, want het is gewoon echt zo cute. Kijk, allemaal echt super mooi. Zubat. Een Cherubi. Wauw, een Mistrivus. Kakuna. Een... ik weet echt niet hoe dat meisje heet. Een Minun met een Blastoise aan de achterkant. Oh, zijn we nu al bij de Reverse? Reverse Holo is een, ik noem maar een Richter of zo. En de Rare. Oh my gosh. Ik zie iets op de Oh my gosh. Oké. Het is een Level X. Toch? Level X hebben ze toch hier in deze set. Holy. Dit is de beste 11K special. Holy de moly. Dit is een... Hoe noem je zo'n kaart? Een legend kaart. What the heck? Serieus? Een legend? Wat staat hier? Een legend kaart van Raikou en Entei Suicune? Wat hier op de voorkant staat? En dan ook nog een Charizard. Ik kan niet... Oké. Dit is echt de beste special die ik ooit heb gemaakt. Oh my gosh. Hier hebben we de legend. En ook nog eens in hele goede conditie. Gewoon mint. En ik heb maar één... Ik krijg een ultra rare in één Hurt Console Silver Pack. En dan ook nog eens de beste ultra rare die er bestaat uit de set. Geen eens een prime, maar gewoon gelijk de legend card. Ik voel me zo schuldig. Ik weet niet waarom. Tegenover de mensen die dit ook konden krijgen. Oké. Verder met de volgende booster pack. Laten we Plasma Storm doen. Want ja, dat is toch nog een iets nieuwere set van de Plasma Black and White series. Dus ja. Maar dit is trouwens wel Italiaans. Dus niet Duits, maar Italiaans. Dus heel veel talen in deze special. Maar dat maakt het ook zo bijzonder. Dus hier hebben jullie de Lugia pack art. En natuurlijk de achterkant, want hier staat IT, Italië dus. En dat komt uit 2013. Dus niet heel oudjes. Het kan nog, het kan nog. Oké. Laten we maar een boost pack openmaken. Nou, ik wil deze pack art eigenlijk ook bewaren. Maar blijkbaar gaat het dus niet meer lukken. Maar dat maakt niet uit. Laten we maar gewoon deze kant openmaken. En dan bewaar ik gewoon de pack art. Maar eigenlijk is het niet zo heel bijzonder om een pack art te bewaren. Want het is een Italiaans pack. Meestal zijn die niet echt heel veel waard. Maar ja, dus laten we hem gewoon even zo openmaken. En hopelijk zijn de namen gewoon normaal. Oké. Dus hier hebben we de code. Hopelijk zijn de namen gewoon normaal. Want anders moet ik weer de hele tijd heen en weer met die namen. Oké. We hebben een Magnemite. Fanfie. Oké, de namen zijn gelukkig normaal. Fanfie. Een Turtwig. Oké, kijk naar de artwork. Een Koffing. Rots. Energia. Plasma. Wow. Ik dacht eventjes dat het een Holo Rare was. Maar het zijn allemaal sterren. Ik vind Galaxy ook al echt heel mooi. Galaxy van de sterren. Dat soort dingen. Oké, dus een Lunatone. We hebben een Maractus. Robert Hollow Turtwig, dus alweer Turtwig. Twee Turtwig Swamp Pack. En de Rare. Oh, het is geen Ultra Rare, maar het is een Plasma Kaart van. Een Weezing! Hollow Rare. Oké. We hebben al in deze Booster Pack opening 1, 2, 3 Hollow Rares. Echt super cool. Maar ik heb deze kaart trouwens al in het Engels, dus het is niet echt heel erg bijzonder meer. Dus ja. De volgende booster pack. De laatste booster pack wordt een Diamond and Pearl Secret Wonders die we al een keer hebben opengemaakt. Dus ik ga het even snel doen, want de batterij is weer leeg. Ik moet me echt beter voorbereiden op deze booster packs. Booster openings. Maar ja. Let's go. Met de laatste. Voor onze pack opening. 10k. 11k. Sorry, ik zeg eens 10k. Ik weet niet waarom. Oké. We hebben een Sableye alweer. Oh, Shaolan. Cool. Professor. Natu. How do you do? Burmy, Growlithe, ik weet echt niet meer hoe dit heet. Een Spinda, een Shellos. Reverse Holo is een Unknown. En de laatste kaart in deze video is een Normal Type. Het is een Holo Rare Salamence. We hebben gewoon twee Dragon
Dit is echt super cool. Twee Dragon Rares, Hollow Rares. Oké, dus voor deze pack hebben we een Weezing. We hebben een Legend kaart. Een Charizard Hollow Rare. En een Salamence Hollow. Dit is echt de beste special ooit. Dus hopelijk vond je de video leuk. En vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog te doen voor de facecam. En voor de Charizard en voor de Salamence. En al deze mooie kaarten. In mint conditie. En ja, dan was het de video. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bye bye!